is een heel zwaar beroep. Er staat ook, als je het googelt, op nummer 5 in Forbes. Zwaarste beroepen ter wereld. Vrienden, welkom bij een nieuwe Boos, waarin wij deuren opentrappen, moeilijke vragen stellen en alles uit de kast halen om jouw probleem op te lossen. Met deze week ondernemer Hella Huizinga uit The Real Housewives of Amsterdam. Laat mensen die zij inhuurt wel heel erg lang wachten op hun geld. Want wij weten hoe het echt zit. Ja. Zij heeft niks. En hoewel alles op Instagram en in de Real Life Soap zo mooi lijkt, zit het toch even anders. Dus ik moet als een zwerver leven, terwijl iedereen een mega goed salaris krijgt. Juist. En deze week is Max de gedupeerde. En Max, die is boos. En daarom gaan wij aan het werk. Hallo, welkom bij een nieuwe Boos. Ja. Zo, wij hebben er weer zin in. Goedemorgen. Wat gaan we doen, Emma, vandaag? We gaan naar Hella Huizinga vandaag. Hella Huizinga, dan denk je, Hella Huizinga, die naam ken ik ergens van. Zeker, gaan we je straks uitleggen wie dat ook alweer is. Maar eerst even, wat is eigenlijk het probleem met Hella Huizinga? We gaan daarvoor bellen met Max. Ja. Max, hallo. Hey. Hallo. Max, je hebt ons benaderd. Even gelijk maar met de deur in huis. Jij bent boos en wij willen graag weten waarom, op wie en wat is er aan de hand. Ik ben boos slechts teleurgesteld in Hella Huizinga, waar ik en mijn partner een paar maanden heel hard voor gewerkt hebben. Ja. Waar wij nog een aanzienlijk bedrag van krijgen. Oké, Hella Huizinga kun je dus kennen van The Real Housewives of Amsterdam, haar columns in de Beaumonde of van Instagram, waar ze meer dan 70.000 volgers heeft. Ze heeft bedrijven in de evenementenindustrie, My Greatest Event en My Greatest Party. Ze begon met de organisatie van kinderfeesten en doet nu bijvoorbeeld hele grote extravagante trouwerijen. Op Instagram zien we een opvallende en vooral dure levensstijl. Dure horloges en merktassen, tripjes naar het buitenland en grootse verjaardagsfeesten. Even voor de goede orde, wat hebben jullie voor haar gedaan en wat was de job en wat deed zij? In principe ben ik daar als freelance marketeer aan het werk geweest. Ja. En mijn partner was daar projectmanager en uiteindelijk ook min of meer general manager. Ja. En daar hebben wij toch wel een aantal maanden lang geholpen met het bedrijf runnen. Zij heeft een aantal bedrijven. Voor welk bedrijf hebben jullie gewerkt? Uiteindelijk gaat het volgens mij allemaal via My Greatest Events of My Greatest Party. Om hoeveel geld gaat het ongeveer? Op dit moment, eerlijkheid gebieden, heeft Hella ons 2,5 week geleden nog 2.500 euro betaald. Op dit moment staat het volgens mij op 32.500 euro. Ja, en ze heeft jullie in totaal al betaald dan 7.500 euro uit mijn hoofd, hè? Om en nabij. Dus het gaat om zo'n 40.000 euro die zij nog aan jullie verschuldigd was, waarvan nu nog 32.500 open staat. Dat klopt. En hoe lang zijn jullie al mee bezig? Ik ben gestopt om deze reden, aangegeven van je kan mij niet betalen, dit moeten we gewoon niet meer doen in mei. Simone is doorgegaan en die is blijven werken tot eind juli. Gedurende die tijd zijn de beloftes van het gaat goed komen eigenlijk gedraaid naar ja, sluiten jullie maar achteraan, want alles gaat toch naar de Belastingdienst en niemand krijgt zijn geld. Dat is een beetje de huidige situatie en toen dachten we gewoon van ja, dat accepteren we niet. De vraag is ook een beetje, had jij de indruk dat zij wel weet dat ze niet kan leveren, maar toch werk aanneemt? Vanaf januari tot en met nu kan het niet anders zijn dat zij wist dat het werk wat er binnen ging komen op geen enkele manier binnen een periode van korter dan 2, 3, 4, 5 jaar tot het groene cijfer zou gaan leiden. Ja. Dat kan gewoon niet. Maar hoe weet jij dat? Omdat de financiële persoon is weggegaan. Ja. Mijn partner toen min of meer in charge of the finances kwam, op vraag van Hella uiteraard. Ja. Van hey, ga jij het maar doen. Ja. Toen pas zagen dat werk van ja, maar mijn god, wat is hier aan de hand? Ja. En niet zo van, oh, dit is een beetje vervelend. Nee, dit is echt. Ja, vanaf dat moment is het eigenlijk dat wij ook dachten van, oh, ze kan ons never gaan betalen. Het gaat gewoon niet. Want zij staat ook bekend om de pracht en de praal en, de en alles is duur en groot en mooi. Hoe is het voor jullie om te aanschouwen dan? Nou ja, ik vind het aan de ene, ik vind het vooral grappig. Want wij weten hoe het echt zit. Ja. Zij heeft niks. Jullie hebben haar hier dus over gesproken. En zij zegt van alles. Hebben jullie concrete afspraken over terugbetalingen? Zijn jullie naar een rechtbank geweest? Wat zijn de stappen die al ondernomen zijn? En wat heeft zij daarop gezegd? En hoe heeft ze geacteerd? Wij hebben gezegd van, hey, jij hebt ons heel duidelijk gemaakt dat je ons zou betalen los van wat er gebeurt. Zodra wij begonnen over oplossingen of betalingsregelingen, zegt ze, dat kan niet, want de Belastingdienst gaat voor. Ja. En op het moment dat ik zeg van, ja, dat zal best, maar dan moet ik stappen gaan ondernemen. Ja. Toen draaide haar hele verhaal ook naar, ja, dat kan je best doen, dat moet je vragen. Dat zeker niet. Wat verwachten jullie voor ons? Want de vraag is natuurlijk, kunnen wij opeens 32.000 euro boven tafel halen?
ik zou het fijn vinden als ze oprecht sorry zegt. We hebben al gezegd van, kom met een oplossing. Zij steekt constant de kop in het zand en doet alsof zij een slachtoffer is. En dat is ze niet. Dit is het gevolg van haar eigen keuzes. En ik wil dat ze dat inziet, toegeeft en er echt werk van maken om een oplossing te zoeken. Helder. Heb jij nog vragen? Nee. Het is eigenlijk een heel rechtdoor, straight verhaal. Nogmaals, kijk, we hebben ons onderzoek ook gedaan. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben met jullie. Ja, en nogmaals, ik ben echt de moeilijkste. Ik zei allebei, als zij met een goede oplossing komt, met een duidelijke uitleg, want die heeft ze niet. Als zij zegt, zo zit het en daarom, en dat zij houdt, dan ben ik eerst om te zeggen, tuurlijk, ja. Klinkt goed. Ja, dan gaan wij daar ook naar op zoek. Oké, nou heel veel succes, jongens. Ja, dankjewel. Later. Ja. Dat was Max. Dus wij moeten een aantal dingen doen. 1. De vraag sturen, kunnen we die euro's nog terugkrijgen? Ja, daar heeft hij ook zijn vraagtekens bij. Ja, hij zegt ook, tenzij wij iets over het hoofd hebben gezien, we kunnen alleen maar hopen dat ze nog ergens een bv'tje met een miljoen erin heeft, dat natuurlijk. Dat zou leuk zijn voor iedereen. Ja, dat zou leuk zijn voor iedereen. Het tweede is dat er een waarschuwende functie aan zit. Als je zaken gaat doen, dan weet dit in ieder geval. Ja. En het idee van verantwoordelijkheid nemen en een oplossing zoeken. En dat gebeurt nu niet. Dat kunnen wij pogen. Ja, zeer zeker. Ja. We gaan op zoek, vrienden, naar Helle Huizinga. Maar eerst even, wat moet jij nog meer weten? Let op. Ja, Max en zijn partner Simone krijgen nog zo'n 32.500 euro van Hella Huizinga. Zij hebben werk geleverd namens het bedrijf Doorkeys, Simone's bedrijf. Maar dat geld komt maar niet en betalingsregelingen worden niet nagekomen. En ze zijn niet de enige. Als wij rondbellen blijken meerdere leveranciers nog te wachten op geld van Hella. In totaal voor 10.000 euro's. Financiële cijfers over Hella's bedrijf zijn lastig te vinden. Zo is er van de BV's, My Greatest Event BV en The Greatest BV, sinds 2019 geen jaarrekening ingediend. Wel hebben wij appgesprekken, kostenposten, mailtjes en andere bewijzen tot onze beschikking. En deden naast Max nog twee andere bronnen rondom het bedrijf hun verhaal. Dus, wat zien we in de stukken? Allereerst dat er in appgesprekken veel wordt gepraat over de schulden. Schulden bij leveranciers, bij de Belastingdienst en er zou een lening van 100.000 euro zijn afgesloten. We lezen hoe er op 1.0 euro op de rekening staat, dat Hella door een werknemer wordt aangesproken op slordigheid met bonnetjes en dat iemand voorstelt dat Hella haar persoonlijke uitgaven op kosten van de zaak beperkt. Want die persoonlijke uitgaven zijn er nogal. In kostenposten zien we dat er duizenden euro's naar visagie en outfits gaan en duizenden euro's, tenminste zo'n 10.000, naar Hella's 40ste verjaardagsfeest, dat 3 dagen lang gevierd wordt. Hella zou verder op kosten van de zaak in een Audi Q3 rondrijden en voor honderden euro's per maand in haar pand parkeren. Zien we hier terug. Ingewijden bevestigen het uitgavenpatroon van Hella en er zou zelfs nog meer zijn. Zo zou Hella kapperskosten en haar Cartier-horloge hebben afgeschreven op de zaak. Nou, wat zegt Hella hier zelf over? We lezen bijvoorbeeld dit in appgesprekken. Ik geloof 100% in investeringen, maar heb een andere mening wanneer je in deze situatie zit. Mijn mening weet je. Aan jou wat je ermee doet. Yes. Mijn bedrijf, mijn visie. En dit als ze voor honderden euro's aan concertkaartjes op de zaak afschrijft. Hella, die PayPal-betaling van Viagogo, heb je daar een factuur van? Ik gok dat dat de weekendtickets zijn. Ja, klopt. Creatieve inspiratie opdoen kunnen we makkelijk wegboeken. Over de kosten van haar verjaardag zegt ze... Mijn verjaardag heeft ook een kostsheet. En door mijn verjaardag hebben we bijvoorbeeld die Zuid-Frankrijk-klus weer binnengehaald. Op voorstellen om haar persoonlijke uitgaven te minderen lijkt Hella niet in te gaan. En als ze op 1 punt door een werknemer wordt aangesproken op de kosten van de concertkaartjes, gebeurt er dit. Ik vind dit lastig. We hebben dit geld niet. Je vraagt leveranciers, waaronder ik zelf, geduld te hebben met het betalen van de facturen. Er zijn meer van deze uitgaven waar we het geld nu niet voor hebben. Ik heb al 2 maanden geen salaris uitgekeerd, dus moet kunnen lijkt mij. Of mag ik 0 euro meer krijgen voor alle uren die ik werk? Sorry, ik vind dit echt niet oké. Ik steek 17.000 van mijn eigen geld erin. Ik vind dit absurd. Hier zeg ik ook dat je jezelf te weinig salaris uitkeert en je dat moet ophogen voor jezelf. Tuurlijk moet je betaald worden voor je werk, maar ik ook toch? Er staat zoveel geld uit bij leveranciers, dat zijn schulden. De boetes bij de Belastingdienst omdat we niet betalen, de aanmaningen en incassos van leveranciers, dat gaat richting echte problemen. Dus iedereen mag mega goed verdienen aan mij, maar ik kan niet 1 keer concertkaartjes kopen. Sorry, gaat er echt niet in. Dus ik moet als een zwerver leven, terwijl iedereen een mega goed salaris krijgt. Juist. Nou, de schulden en de financiële situatie steken nogal vreemd af tegenover de pracht en praal die we zien op Instagram. En natuurlijk, zoals Hella het zelf zegt, het is haar bedrijf met haar visie. Maar kan dat wel op deze manier als er nog zoveel mensen zijn die nog geld van je krijgen?
Goed, wij gaan dus op zoek naar Hella. En we komen allereerst uit bij haar kantoor dat, volgens de stukken die wij in kunnen zien overigens, €7.923,72 per maand kost. Kijken of ze daar is. Dat is niet zuinig, hè? Nee. Dat is veel inboedel, hoor. Wauw, dat is enorm, joh. Hi. Hi. Nee hoor, we zullen jou netjes bluren. Nee, is oké hoor. Weet je waar Hella is? Nee, dat weet ik niet, maar niet hier. Niet hier? Nee. Weet je waar ik hem wel kan vinden? Nee. Sorry, ik weet niet wat zij op de dag doet. Nee, oké. Okay. Nee. Nou, dan weet ik even dat ze niet hier is. Ja, dan ben ik er wel even. Nee, sorry. Hoor. Nee, geen excuses, werk vandaag. We kunnen Hella even bellen. Ja, laten we doen. Of ze wil komen. Ja, denk ik ook dat het een goed idee is. Vragenlijstje erbij. Ja. Heel veel details zijn het. Dit is de Vodafone, boy. Zo, Vodafone, doe maar duur. Klassiek rijke mensen. Klassiek rijke mensen. Op mijn Vodafone zitten. Ja, zie je het staan? Grapje. Zit je niet bij Vodafone? Ik zit wel bij Vodafone. Oh. Dit is de Vodafone voicemail van 06. Dus neem niet op, we gaan een nieuw plan bedenken. Oké. Okay. Ja, nieuw plan dus. Kijk, Hella is online vrij open over waar zij woont en geeft hier ook interviews over. Ze woont in The Valley, een chic appartementencomplex met een receptie in Amsterdam. En dus gaan wij hier maar eens langs om te kijken of ze daar misschien te vinden is. Oh. Oh. Ja, ik vind het wel vet. Vind je het gebouw vet? Nou, zodat je omhoog kan lopen en zo. Het heeft wel iets vakantierigs. Ja, het lijkt ook echt op een vakantieappartementpand. Al deze dingen? Ja. Zij woont op de... Hoe de fuck komen we daar dan? Ja, hoe komen we daar dan? Goeie vraag. We gaan via een ingang naar binnen. Het is hier wel echt... Het ruikt hier zelfs duur. Het ruikt hier echt tyfus lekker. Ik zeg toch, het ruikt hier ziek duur. Ik snap wel dat ze hier wil wonen en daar ook cool over doet. Parfum met geld, ja. Maar komen zo het pand niet in. Dus, volgende ingang. Het is wel impressive of zo. Hij zit dat in de muren of zo? Ja, het is Murger. Ken je dat niet? Dure Murger. Ja. Hi, ik moet bij iemand zijn. Maar ik snap helemaal niet hoe ik daar kom. We vragen nog even wat dat nou kost, hier wonen. Wat kost een huis per maand hier? Het is allemaal huur, toch? Het zijn huurhuizen. Ja. Wat kost dat? Het begint bij 15.000 tot 50.000. 15.000? Zonder service. En wachten later op de receptioniste die Hella voor ons probeert te bellen. Maar... Oké. Okay. Ja, dan gaan wij weer weg. En dus tijd voor weer een ander plan. Kantoor, is ze niet. Nee, thuis. Echt een aantal keer gebeld, neem niet op. Thuis is ze niet, nergens te vinden. Dus dat gaan we doen. Misschien moeten we haar toch maar even gewoon zelf een bericht gaan sturen... Ja. En verzoeken om een gesprek met ons aan te gaan. Ja, precies. Oké, we besluiten Hella een appje te sturen. We leggen uit dat we mensen hebben gesproken die al lang wachten op geld... en dat de situatie wel wat uitleg kan gebruiken. Hella vraagt ons de boel op de mail te zetten... waarna er een beetje een spelletje lijkt te ontstaan. Hella gaat niet direct in op ons verzoek op camera te komen praten... maar blijft wel eisen stellen. We sturen haar de aantijgingen en wat stukken. En waarom snappen we ook niet helemaal... maar Hella zegt dat ze eerst toestemming wil vragen aan Max en Simone... voor ze tekst en uitleg komt geven. En zodra dat binnen is, wil ze dat Emma voormalige klanten van Max en Simone gaat bellen en legt dan ook weer niet uit waarom dat hier relevant is. En die klanten die wij dan zouden moeten bellen, levert ze overigens ook weer nooit aan. Vervolgens wil ze een lijst met leveranciers die wij gesproken hebben om van ons te horen bij wie zij nou betalingsachterstand heeft. En daarna vindt ze dat ze heel weinig tijd krijgt. Wel erkent ze dat ze in zwaar weer zit. Al met al, een afspraak blijft ze vooral vooruitschuiven. Ook vraagt ze een aantal keer naar de identiteit van onze bronnen. En het lijkt erop dat ze daar een reden voor heeft. Sommige mensen hebben namelijk een NDA getekend bij haar bedrijf. Max heeft dat niet. Maar het is toch goed om dit even te onthouden. Oké.
Ik ben moe. Ja, jij bent moe, hè? Ik ben heel moe. Ik vind vooral de quote van haar, ik ga Emma aan het werk zetten. Dan kan Emma aan de slag. Dan kan Emma aan de slag, alsof ze eindredacteur van ons was. Ja, maar ook met niks, want ik heb nog steeds niks gekregen om mee aan de slag te gaan. Dat is het hele punt. Hella, die zou allemaal stukken aanleveren. Ga ik doen. Ja, heel veel blijven hameroppen. Kom nou even uitleggen wat wij hebben overlegd. Ja. En nu ineens blijkt dat helemaal niet echt het plan meer te zijn. Nee. Even bellen. Ja. Nog een keer. Dit is de Vodafone voicemail. Ja. En dan, na heel lang over en weer mailen, lijkt het toch te lukken. Hella stuurt een uitgebreide uitleg. Ze zegt onder andere dat Max en Simone niet goed werk zouden hebben geleverd. Iets wat zij trouwens nooit eerder hebben gehoord. Dat op Instagram niet alles is wat het lijkt. En dat ze haar best doet problemen op te lossen. Ook weten wij dat de leveranciers die wij gesproken hebben plotseling allemaal zijn nagebeld. De mensen die wij spraken die nog geld van Hella kregen, krijgen eindelijk contact met haar en er worden zelfs betalingsregelingen getroffen. Dat is alvast fijn, maar ook Max en Simone krijgen dus nog geld. En achteraf komen met een niet onderbouwd verhaal over werk dat plotseling niet goed genoeg zou zijn, betekent niet dat je geen geld meer hoeft te betalen. Afijn, Hella zet de deur op een keer voor een afspraak op vrijdagavond. En terwijl er op de dag zelf nog wat eisen gesteld worden. Ze wil het gesprek bijvoorbeeld zelf ook graag opnemen. Dat mag altijd. En ze wil een vriendin meenemen. Gaan we vrijdagavond naar haar kantoor. Maar we weten dan eigenlijk nog steeds niet helemaal zeker of Hella nou komt opdagen of niet. Even kijken of er licht aan is. Ja. Nou, ze heeft niet echt bevestigd. Ze heeft wel een tijd en een plek voorgesteld. Ja, toen heb jij gezegd we komen en daarna niks meer gehoord. Toen heeft ze gezegd dit zijn mijn voorwaarden. Toen heb ik gezegd hier en hier en hier akkoord op. En dat was het. Zien we een zwarte Audi Q3? Ik zie geen mensen of een lamp aan. Als ik heel erg ben. Ik hoor niet goed hoor als ze er is. Ik ook niet. Je olijven. Die was ik al kwijt. Er is wel iemand in het magazijn. Misschien zijn ze nog een setup aan. Je weet het niet, hè? Zou dat er weer een talkshow in lopen? Tim, hoe heet de talkshow vandaag? Ja, dat zou me niks verbazen. Hij komt ook op tv. Dat Videoland hier is of zo. Hi. Hallo. Wij hebben een afspraak met Hella. Ja, but she's not here yet. Okay. Oh ja, yeah, she's. I think she's already coming. Okay, cool. Okay. Thank you. We'll wait outside. En dan, na alle belpogingen, appjes, mails, twijfels, gewellens en genietens, is daar dan eindelijk Hella Huizinga. Oh, misschien zijn ze dit. Doe die camera anders maar even. Ja, ja dat is er. Nou, zet maar op je schouder hoor. Hallo. Hallo. Oh ja, is goed. Kan, als ze achter de camera blijft, ja prima. Doe even omlaag dan. Hi. Hoi. Tim, hallo. Hi Tim. Ja. In de bestekruimte. Ja, ik heb het echt niet hoger zetten. Oh ja, dat is voor ons hoeft niet te doen hoor. Lukt die? Vrouwen en technologie. Dat gaat hartstikke goed samen volgens mij. Oké, we hebben een klein tafeltje, we pakken die maar, want ik heb er geen verstand van. Oké, hallo. Hi. Zo, hi, hallo. Nou, je hebt onze mails gezien. Correspondentie geloof ik. Onze vraag is natuurlijk, waar is de 32.500 euro van Max en zijn vrouw? Ja. Laten we daar beginnen. Ja, het lijkt mij een heel goed plan. Ja. Max is ten eerste niet van Doorkies. Max heeft een ander bureau. Ja. Hij is een influencer bureau. Ja. Simone is van Doorkies. Dus ik vind het jammer dat hij zich achter dat bedrijf schuilt en niet achter een wrong agency, want dat is zijn bedrijf. Ja.
Dat is al een eerste ding waarvan ik denk, het gaat niet helemaal lekker. Hè? Want er wordt onder een ander bedrijf gefactureerd. Ja, dit is iets waar Hella veel op blijft hameren. Uiteindelijk zijn de gewerkte uren van Max gefactureerd door Doorkeys, het bedrijf van Simone, zijn partner. Wat dit verder verandert aan het geleverde werk is dus precies niks. Ik heb hun ingehuurd in een periode dat ik heel druk was. Ja. Ik was aan het draaien, zoals je weet, voor een show wat mijn werk is en waar ik geld voor krijg. Onder andere Max voor marketing, ja. Zodat we meer opdrachten binnen zouden krijgen. En Max zou ook mijn social media manager worden en opdrachten voor mij binnenhalen. Ja. Nou, helaas heb ik geen opdracht binnengekregen van Max. Oké, dit hebben we even gecheckt en dit klopt niet. Max heeft wel degelijk een klus voor Hella binnengesleept in de tijd dat hij bij haar werkte. Hier hebben wij bewijs van ingezien. En daarnaast heeft Hella volgens Max zelf ook meerdere klussen afgewezen. Wat ik met mijn nieuwe bureau meteen wel heb gekregen. Ja. Dus dat vond ik destijds al heel erg jammer. Ja, maar je hebt ons ook gemaild dat je niet tevreden bent over hun werk, geloof ik. Doorkies ook? Nou, het is zo dat ik een heel kort tijdsbestek heb gekregen van jullie nu om het uit te zoeken. Want ik zit in de week van mijn première. We hebben je een week gegeven, toch? Ja, maar een week best is... Best simpele vraag hadden we. Ja, nou vind ik niet. Want het uitzoeken van facturen van maanden waar bijlagen bij zitten. En waarin Simone eigenlijk alleen uren heeft gezet. En normaliter, als ik een ZZP'er inhuur, krijg ik een urenverantwoordelijkheid. Dus dan zeggen ze, oké, ik heb 6 uur op maandag gewerkt en daarvoor heb ik dit en dit en dit en dit gedaan. Ja. Niks staat erbij. Maar dus luister, ik betwijfel zeker hun werk. Ja, maar dat heb je nog nooit tegen hen gezegd. In de WhatsApp-gesprekken. Omdat ik zo'n vertrouwen in hun had. Dat ik zo, en dat komt. Omdat... Het is heel toevallig dat als wij hier nu over beginnen, ik zou vertellen waarom ik dat vertrouwen had. Omdat zij zijn binnengekomen via een van mijn allerbeste vriendinnen. Ja. Die ik beschouw als familie. Als mijn beste vrienden mij iemand aanraden. Ja, dan dat heb geloof ik. Ik wil gewoon even harde euro's praten. Ik heb hier gewoon harde tekst van jou. Waarom ik dat niet eerder heb aangekaart. En ik leg jou uit waarom ik dat niet eerder heb gedaan. Omdat ik zo'n vertrouwen in hun had. Omdat dit kwam via mijn beste vrienden die ik als familie beschouw. Oké, helder. Nu wordt er aan de deur gebeld door jullie. Ja, maar daarvoor door hen zelf al. Dat ja. klopt. Ik ja. heb gezegd, hey Simone, ik ga proberen 10.000 euro in de maand jou te betalen. Ja. Heb ik gezegd. Dat is niet gelukt. Is niet gelukt. Nee. En dat vind ik verschrikkelijk, want ik ben iemand van zijn normen en waarden. En ik hou me aan mijn woord. En ik vond dat heel, heel erg. Maar kijk, ik ben wel een bedrijf. En als er ineens in derde kwartaal allerlei opdrachten gecanceld worden, omdat er financiële problemen in de wereld zijn. En wanneer werden die opdrachten gecanceld dan? Nou, die opdrachten werden in de maanden van de zomer gecanceld. Maar welke maanden zijn dat? Nou, daar moet ik even op terugkomen, maar dan kan ik maar daar op terugkomen. Maar daar ben ik hier toch voor? Ja, maar je geeft mij 1 week. Ik kan niet en Simone de uren uitzoeken. Maar ik kan en het hele dossier ook lezen, dan kun jij dat toch ook? Nee, ja, ik niet in een week, want ik heb ook een première gehad. En ik ben ook bezig keihard geld te verdienen. Dus ik heb elke dag met klanten gezeten om geld binnen te halen. Om alle andere mensen die ook geld krijgen, eerlijke kans te geven. Maar Max en Simone hebben tot dusver 7.500 euro van de 40.000 euro die op factuur staat. Ja, maar ik betwist inderdaad hun facturen nu. Daar ben ik achter gekomen omdat zij dit programma zijn begonnen. En toen ben ik de facturen gaan uitprinten. En toen ben ik ook, ik zag bonnetjes van websitebedrijven. De bedragen waren totaal anders dan de bedragen die in haar factuur staan. Heb je dat ze kwam bij je? Ineens achter maar dingen. Maar heb je dat bij je? Dat heb ik nu niet bij Waarom me. Waarom niet? Daar zitten we hier voor. Nou, omdat jij mij maar heel kort Wanneer was de eerste mail? Eerst contact? Week waren wij er op dinsdag, denk ik. Dinsdag. Toen hebben we jouw bericht. Ja. Dus dinsdag. Dat is 10 Afgelopen dagen. Dinsdag. Vorige week. Vorige week waren wij hier. Ja. Dinsdag. Ja. Ik heb een première. Nou en? Ik heb klanten. Nee, niet nou en. Dus kijk, als ik mijn bruid spaar... Niet te woord maar ontstaan. Maar je zegt uiteindelijk mag tegen ik ons. Nee, wacht even. Je zegt... alleen maar er doorheen nee, praten. Nee, maar ik heb je net aan het woord gelaten. Jij zegt tegen ons: wees hier om 6:30. Dan zijn we hier om 6:30. Ja, ik was hier ook om 6:30, toch? Maar we komen hier om een reden. Zeg dan tegen ons: ik heb het niet. Nee, dat is niet waar. Ik wilde meer tijd.
Want dan 10 kon dagen. Ik maar weten, 10 dagen is voor mij niet genoeg. Het gaat niet alleen om bonnetjes. Het maar kan je die dan alsnog aanleveren? Het gaat om maandenlange werk wat zij hebben verricht, waarin ik nu twijfels trek. En dat ga ik je allemaal aanleveren. Want ik ben daar gisteren nacht tot 4 uur 's nachts mee bezig geweest. Want ik heb ook mijn verantwoordelijkheden naar mijn klanten. Want die gaan geld geven. En zonder dat geld kan ik niemand betalen. Snap je? Maar er zijn heel veel dingen die niet kloppen. Nee, maar dat zeg je nu gewoon. Ik kan dat niet checken, niks. Nee. Maar dan had je me meer tijd moeten geven. Ik heb gevraagd aan jullie. Ja, maar ik heb vooraf gevraagd aan jullie. Alsjeblieft. Geef mij de input. Dus als jij mij vooraf dit had gevraagd, had ik vooraf alle bonnetjes voor jou uitgeprint. Thuis liggen die bonnetjes, thuis liggen die facturen. Dus je had ze wel uitgezocht? Ja, ik heb gisteren nacht... Maar je hebt ze gewoon niet meegenomen. Dat is een heel ander verhaal wat je net zegt. Je zegt net, ik heb te weinig tijd gehad. Ik hou van netjes de documentatie. En als je dan zeg maar alles bij elkaar flutst, als je alles bij elkaar flutst... Je zegt net, ik heb netjes thuis al de bonnetjes en facturen liggen. Wat ik net tegen jou zeg, is als volgt... Ik zie in die facturen dat dingen niet kloppen. En jij bent er toch voor misstanden, toch? Jij staat voor misstanden. Ja, dan moet je mij toch aanleveren wat er niet klopt. Ja, maar de tijd was te kort. En dat schreef ik je aan en je wil het niet horen. Want jij zegt net dat je alle bonnetjes thuis hebt liggen. Ja. Dus mag ik het uitleggen? Dus ik krijg bonnen van bijvoorbeeld websitebedrijven uit het buitenland die zij in hebben gehuurd. Ja. Wat mijn website zou gaan verbeteren. Nou, mijn IT'er die kan niks zien wat verbeterd is. Maar ik krijg wel allemaal facturen. Snap je? Dat moet uitgezocht worden. Ik moet gaan kijken van, die bonnen van die dame uit het buitenland die dan blijkbaar aan mijn website heeft gewerkt, wat heeft zij dan gedaan? Want Simone, een van haar taken was dat zij de website zou gaan verbeteren. Nou, is niet gebeurd. Simone zegt wel, jouw privéuitgaven zijn te hoog. Ja, maar Simone is iemand die denk ik gegevens heeft gelekt, wat wettelijk al niet mag. Ik heb hier gewoon een groeps-WhatsApp. Nee, het is geen groeps-WhatsApp. Dat is een management. En net zoals dat je niet harder dan 100 kilometer op de snelweg mag rijden, is het wettelijk vastgelegd dat je geen financiële boekhoudingsgegevens mag delen met derden. En al helemaal niet met de pers. Ik ga niet ontkennen of bevestigen dat ik dit van Simone heb. Nee, dat ten eerste, tweede. Maar ik kan dit wel bevestigen. Dan ga je dat met haar uitzoeken. Want hier zegt Simone in ieder geval, iets wat strafrechtelijk is. En jullie... Waarom moest jouw verjaardag tenminste 10.000 euro kosten? Waarom gaan jullie dus documenten aannemen wat strafrechtelijk niet mag? Dat is ons werk. Dat is ons werk. Nee, want dit mag van de wet niet. Ik mag dit gewoon hebben. Ik mag gewoon als journalist dingen inzien die misschien niet aan mij verstrekt mogen worden. Maar dat moet jij dan met iemand anders in de rechtbank uitzoeken. Ja, precies. Dus die juridische dingen die gaan met kunnen. Simone zeker... Allemaal van jou. De 10.000 euro. Ik heb hier facturen voor tenminste 10.000 euro voor je verjaardag. Ja? Ja? Ja, ik kan meekijken. Ja, wat wil je daar? Wat nou ja, waarom moest dat, waarom moest dat 10.000 euro kosten? Voor mij is dat een marketingactie. Ja. Ik heb 20 van de grootste planners over de hele wereld gehad. Ja. Het doel van deze marketingactie was dat ik met die mensen ga samenwerken, wat direct geld gaat opleveren. En ten tweede, de housewives is mijn werk, want ik verdien daar geld mee. Waarom zeg je dat? Dat zeg ik omdat één van de dagen er opnames waren. Ja. Dus een deel van mijn inkomsten, want het geld wat ik verdien met de housewives, gooi ik in mijn bedrijf. Ja, 17.000 euro? Nee, dat is de helft. Dat is de helft, oké. Maar eigenlijk mag ik daar op televisie niet over praten, want daar heb ik een contract van. Heb je nu net gedaan. Hè? En net zoals dat je niet harder dan 100 kilometer op de snelweg mag rijden, is het wettelijk vastgelegd dat je geen financiële boekhoudingsgegevens mag delen met derden en al helemaal niet met de pers. Jij roept het. Dus het was al geroepen. En volgens mij heb jij net heel erg bepleit dat je sommige dingen niet mag zeggen. Heb je nu zelf ook gedaan. Maakt niet uit. Een beetje gemeen. 34.000 euro. Hebben die andere 17.000 dan ook in het bedrijf gestort? Alles, ja. Oké. Dus, en daar betaal ik dingen voor die ik nodig heb om het programma te draaien. Op een gegeven moment ga je naar de weekend. En dat doe je dan op de zaak. Ja, dat vond Simone niet zo leuk. Nee. Dat klopt. Je kan je voorstellen... dat 7 dagen in de week. Het is een heel zwaar beroep. Het staat ook, als je het googelt, op nummer 5 in Forbes. Zwaarste beroepen ter wereld. Ik werk 7 dagen per week.
16 uur per dag. Ik ben keihard aan het knallen voor mijn bedrijf. Ik ben met 0 euro begonnen en dit is wat ik heb opgezet. Ik zit in zwaar weer, na 2 jaar corona. Ik zat er doorheen. Ik wilde heel even iets leuks doen. Die kaartjes die zijn gewoon aan mij privé terugbetaald door de mensen. En die heb ik gewoon privé geld weer terug in het bedrijf. Maar hier zeg je creatieve inspiratie opdoen. Kunnen we makkelijk wegboeken? Ja, maar weet je wat het is? Zal je eerlijk zeggen, waar ik mijn grootste deals doe, is in de skyboxen van dit soort evenementen. Je zegt dus iedereen mag mega goed verdienen aan mij, maar ik kan niet 1 keer concertkaartjes kopen. Sorry, wacht even, dat gaat er echt niet in. Ja. Dus ik moet als een zwerver leven, terwijl iedereen een mega goed salaris krijgt. Nou, weet je wat het was? Op een gegeven moment... Ja? En dan zegt Simone, het gaat niet specifiek om concertkaartjes. Ik heb alleen de moed gevonden om het tegen je te zeggen. Ja. En zo denkt iedereen, zeg jij. Dus ik moet als zwerver leven. Ja. Omdat ik op een gegeven moment dacht... ik vind Simone een hele goede meid. Ze heeft niet alles geleverd. Nu kom ik achter wat afgesproken was. Ik wil dat niet zo stellen. Nee, je kan het namelijk niet bewijzen. Nee, dat ga ik wel bewijzen. En dan komt dat had je hier nu kunnen doen. Ja, nee, want heb ik jou verteld, niet genoeg tijd voor gehad. Kijk, Simone die zei, ik pak jouw boekhouding over. Nou, weet je wat, laten we Max even bellen dan. Nee, we gaan Simone bellen. Want Max heeft hier niks mee te maken. Hij heeft voor mij niks kunnen betekenen. Hoe goed hij zich ook verkocht als influencer marketeer. Heeft voor mij niks kunnen betekenen. Dus als wij zaken aan de orde willen stellen... Ja, heb ik gedaan, want er is al 7.500 euro betaald. Van de? Rond de 35.000 euro uit mijn hoofd. Ja, jij zegt net 40 zou kunnen. Maar aan Max zelf, hoeveel kreeg hij dan van jou? Iets rond dat bedrag, denk ik. Ja, want hij is maar... Hoe kan het nou dat wij hier komen en dat je dat dan niet weet? Het enige wat je hoeft te doen, gisteren is onder de streep even een optelsom maken. Gisteren stond ik op een première. En wat heb je vandaag dan gedaan? Gisteren stond ik op première. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb belletjes gepleegd met alle leveranciers die jullie al wekenlang aan het bellen zijn. Ja, dat heeft die ons een middag gekost. Nee, niet een middag. Want ik wel een middag, ja. Nee, meerdere dagen, want jullie hebben gisteren nog mensen gebeld. Ja, dus liegen hou ik niet van. Nee, dat moet ook eerlijk zijn. Nee, jij zegt het heeft ons 1 middag gekost. De eerste batch is gewoon een middag. Jullie hebben donderdag gebeld en jullie hebben gisteren gebeld. Ja, wat ik bedoel te zeggen is dat het bij elkaar niet meer dan een middag aan tijd kost om die mensen te bellen. Ik zal alle gesprekken van die leveranciers even opvragen en de minuten bij elkaar optellen. Want ik denk dat dat meevalt. Ga je dat echt doen? Zo doe je het ook. Ik ben benieuwd. Niet naar bedoeld, maar niet. Feiten zijn feiten. En die mensen zijn meerdere dagen, meerdere keren gebeld en hebben meerdere keren tegen jullie gezegd, wij staan achter Hella. Wij werken graag met haar samen. Maar dat heeft niet iedere leverancier gezegd? Nee, niet iedereen. Natuurlijk niet iedereen. Dat heb je in elk bedrijf. Niet liegen tegen mij. Nee, feiten zijn feiten. Maar er zijn heel veel mensen die meerdere malen zijn gebeld, die hebben gezegd, ik wil niet meewerken. En die zijn weer en weer gebeld. Hoeveel leveranciers hebben jullie gebeld? God, 20 of zoiets. 20. En hoeveel van die leveranciers werkte graag met mij samen? Dat is een lastig punt, want heel veel mensen hebben niet per se gezegd, wij werken graag samen met Hella. De meeste zeiden, we willen daar niet op ingaan, want we zijn bang dat we onze business met Hella dan kwijt zijn. Dus ik weet niet of dat hetzelfde is. Ja, ik snap dat er andere mensen zijn. Hè? Ik bedoel, in elk bedrijf heb je in zoveel jaar dat je met sommige leveranciers misschien iets minder goed klikt. Goed, gezien de aantijgingen van Hella jegens Simone besluiten we haar toch nog even te bellen. Want hoe zit het dan met het functioneren van Simone, de website en de facturen? Nou, let op. Dus je kan haar bellen, maar ik vind het fijn om de tijd te krijgen om even uit te zoeken wat er mis is. Ja, maar je zei eerder dit gesprek dat je gewoon thuis alle facturen zo had liggen en je... Simone. Hi Simone, kan je spreekt met... Ik kan niet beantwoorden. Ja, dus. Ze wil niet. Hi. Ja. Ik zit hier met Hella. Hou jij maar eens even. Hi. Hella, die denkt dat jij documenten gelekt hebt. Nou, wij hebben dat niet ontkend, nog bevestigd. Maar waar het om gaat is dat zij eigenlijk zegt dat ze twijfelt aan het werk wat jij geleverd hebt voor haar. En daarom niet zomaar wil betalen. Ja, deels. Dus er zijn dingen goed gedaan. En nu ik door boos geconfronteerd word, ben ik erin aan het duiken. Want ik bedoel, je factureert 60 euro per uur. Daar verwacht je van een professioneel iemand die dat vraagt een hele nette urenverantwoording. Dat ben ik gewend in 16 jaar tijd.
zat er niet bij. De accountant is met mij deze week 's nachts nog aan de slag gegaan. En heeft gezien dat er heel veel fouten zijn gemaakt in het derde kwartaal met dubbel inboeken van facturen. Jij wilde heel graag de boekhouding voor mij doen, wat ik natuurlijk heel erg waardeerde. Als je het niet kon, dan had ik voor 60 euro per uur een hele goede andere accountant of boekhouder bij het accountantsbureau kunnen inhuren die die fouten niet had gemaakt. Want we hebben een hele hoge aanslag van de BTW gehad, die dus helemaal onjuist was. En ook heb jij gezegd, ik heb het tweede kwartaal heel netjes afgesloten. Maar je hebt naar mij geen afsluiting gegeven. Je hebt niet gezegd hoeveel BTW er betaald moest worden. Dus het is niet totaal netjes afgesloten. Wat wil jij daarop zeggen, Simone? Ik wil even aangeven dat ik Hella uit nood heb voorgesteld dat ik de Dumb Finance dan maar over zou nemen omdat weggegaan is. Dat ik haar in de tussentijd ook twee freelancers heb voorgesteld die zouden kunnen helpen met de finance. Daarnaast heb jij Hella nog nooit aangegeven dat ik of mijn werk niet heb goed gedaan, of dat de facturen niet goed waren, of dat je niet blij was met wat we gedaan hebben. Dus ik ben ontzettend verbaasd dat je daar nu mee komt. En niet eerder. Dus ik vind het helemaal prima om een soort van de discussie te voeren dat ik mijn werk niet heb goed gedaan. Maar dat je dat nu wilt doen, dat klopt gewoon niet. Nou, en ik ga uitleggen waarom. Dat komt omdat een zeer goede vriendin van mij, die ik al jarenlang heel erg vertrouw, jullie aan mij heeft gekoppeld. En daardoor veel en veel te veel vertrouwen in jullie heb gehad. Heb jij niet gewoon een zakelijke fout gemaakt dan? Nee, dat is denk ik een persoonlijke fout ook. Hè? Want ik bedoel, jij vertrouwt je vrienden ook. Als jij je beste vriend zegt, hey, dat is een goed iemand, dan vertrouw je dat. Dus dat ik het nu pas check, komt ook omdat Boos is ingeschakeld. En ik dacht, laat mij eens even heel goed die facturen bekijken. En ik zie allemaal foutjes. Dus als het maar hele ze heeft Boos, toch wel de uren dan geleverd? Dat weet ik niet. Okay. Want er zit geen urenverantwoordelijkheid bij. En maar moet ik daarmee, heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dus hoe zit het met die urenverantwoording? Ja, achter mijn facturen zit gewoon een bijdrage van de uren die ik gemaakt heb tijdens die dag. Ja, want wat is er aan de website nu precies gebeurd voor al dat geld wat ik moet betalen? De website is volledig overgedragen. Nee. Als je in haar mail gaat, kun je zien dat ik de website, de pagina's waar het op stond, de facturen die daarbij hoorden, het werk wat er gedaan is, heb ik overgedragen aan. Als jij niet blij was met ons, had je dat moeten zeggen. Ik heb je genoeg ruimte gegeven om bij je aan te geven dat je niet meer blij bent, dat je het niet kan betalen. Of je nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik heb het hier gewoon voor me, dat ze dat gedaan heeft. Ja, ben ik het niet helemaal eens. Nee, maar we hebben natuurlijk ook gewoon, hoe noem je dat? Gewone gesprekken gehad. Ja, ja, maar het staat zelfs zwart op wit. Ja, kijk. Nou goed. Ik zit graag met Simone om tafel. Ja. Maar ik heb tijd nodig om even uit te zoeken van, wat is er goed gedaan, wat is er niet goed gedaan. Ja. En dan kunnen we, net als met alle andere mensen, gewoon een redelijke betalingsafspraak met haar maken. Nog even terug naar het resumerende. Ja. Dus, 1. Jij gaat om tafel met Simone, zeg je net. 2. Jij gaat betalen wat deze mensen verdienen. 3. Jij gaat ons, wat heb je ons net toegezegd, in een betalingstermijn, net zoals bij alle andere mensen. Ja. Jij gaat ons stukken aanleveren waarmee je kan bewijzen. Wel, dat heb je net gezegd. En dat ga ik je allemaal aanleveren. Waarmee je kan bewijzen dat het factuurwerk niet deugt, of dat het werk niet goed geleverd is, of dat Max een moeilijke man is. Dat ga ik aanleveren. En dat ga ik je allemaal aanleveren. Dat is iets tussen hun en mij. Maar als jij hier tegen ons zegt, zij deugen niet, dan moeten wij dat even kunnen zien. Elk bedrijf heeft ups en downs. En ik zit in een down. En ik doe er alles en alles aan. En dat meen ik echt. En dan wil ik echt recht in je ogen zeggen. Ik doe er alles aan om iedereen te betalen. Ja, dat geloof ik ook. Ik vroeg me dus alleen af. Ja. Max en Simone willen graag hun geld. Waar is dat? Ja, dat, als jij had gezegd, ga ik regelen, dan is dat het. Maar daar was een heel verhaal voor nodig over dat zij. Omdat ik het dus nu daardoor ben gaan betwisten. En ik het ook niet netjes vind dat je de media daar dan in betrekt. Nee, en mijn punt is dus, dat was mijn dreigement. Ik hoor wat je zegt, maar ik heb daar bewijs van nodig. Dus onder de streep, dus wie het geld verdient, krijgt het. Daar zijn regelingen voor. Ja. Lever naar ons ook even wat stukken aan met alles wat je hier stelt. En dan volgens mij gaan jullie aan tafel. Ik ga graag met Simone aan tafel. Akkoord. Ja.
En waarom ik meedoe aan de Housewives is dus omdat ik mijn business wil promoten van de verhuur. Ja, ik vind... Kijk, waarom zeg je dat? Kijk wat voor woordspullen we hebben. Housewives, niet boos. Daar zijn wij niet voor. Oh, sorry. Oké. Okay. Nou, dat was het. Ja. Ja, en ik hoop echt dat je gelooft in mijn... Dat ik echt... Ik doe dit 16 jaar. Volgens mij twijfel jij meer dan ik. Dat is helemaal niet waarom ik hier ben. Ik ben niet om jou in twijfel te trekken of te zeggen... Oh, slechte zaak. Maar ik heb gewoon een setje vragen die volgens mij logisch zijn. En daar hoort ook het plaatje naar buiten toe. Het ziet er perfect uit. We zien dure dingen. Daar krijgen nog mensen geld. Nou, volgens mij hebben we nu hier net uitgelegd hoe het in elkaar steekt. Dan is dat het, toch? Ja. Of zeg ik iets geks? Nee. Nee, oké. Okay. Nou, fijn. Nou, dat kunnen we allebei weekend gaan vieren. Het is ook vrijdagavond 7 uur. Nou. Nou, dat was hem dan. Enerverend. Ja. Wat ik even op persoonlijke noot. Ja. Zij gestrekt been erin. Ja. Nou ja, wat zeg je allemaal? Hard heen en weer gaan aan het eind. Ik vind het heel moeilijk dat Hella zegt... ze hebben niet geleverd dit dat zonder dat er bewijs van is. Dat vind ik ook lastig, want dat kunnen wij nu niet verifiëren. Nee, als dat zo is, dan horen jullie dat ook. Dat is journalistiek correct. Als dat niet zo is, dan nemen we dat dus niet serieus. Nou, dan kunnen we het niet aannemen. Dan kunnen we het niet aannemen, laten we dat zeggen, inderdaad. Ja. En daar hoort dus ook bij dat er toch een betalingsregeling getroffen moet gaan worden. Ja. En dat gaat ze wel, daar is ze wel welwillend tegenover. Ja. En die hoop had Max wel al opgegeven, ja, zei hij in het begingesprek ook. Kijk, je hebt natuurlijk, wat zij ook zelf al aangeeft, je hebt het Instagram en het programma. Het is allemaal veel rijk, duur, groot. En dan aan de andere kant krijgen mensen nog geld. Als je die twee dingen tegenover elkaar wegschrijft, denk je van ja, hoezo geef jij zoveel uit? Maar hoezo krijgen mensen hun geld niet? Dat is nu opgehelderd. Dat is ook fijn. Mm-hmm. Ze zegt dat ze veel klussen heeft. Dus volgens mij komt het dan wel weer goed, als ik haar moet geloven. Mm-hmm. En is het daarmee ook afgedaan. Ja. Ja. Jullie allemaal veel plezier met The Real Housewives of Amsterdam. Videoland, graag gedaan, deze extra reclame. De factuur volgt. OR is je niet betaald. Zijn een betalingsregeling, ja, treffen misschien. Precies. Ben je ook boos? Boos binnen waarop.nl. Volgende week zijn we weer. We gaan, dat zie je het, naar een miljoen abonnees. Nog 15.000. En wij willen die halen. En jullie willen die ook halen. Maar wel in het donker. Ja, en het donker. Het licht is uit. Dit was het. Dit was de show. Tot volgende week. Dan zijn we weer. Doei. Goed, we zijn nu 14 dagen verder na de opnames met Hella. En Hella zou dus een aantal dingen doen. 1. Met Max en Simone rond de tafel gaan. Dat is niet gedaan. 2. Met Max en Simone een betalingsregeling treffen en betalen, zoals ze ook bij andere opdrachtgevers doet. En dat is niet gedaan. En 3. Ze zou stukken aanleveren waaruit blijkt dat Max en Simone hun werk niet goed gedaan hebben. Nou, we kregen deze week een mail van Hella. Hierin herhaalt ze de aantijgingen die ze in ons gesprek deed nog maar eens. Maar harde stukken die iets bewijzen krijgen we, ondanks haar belofte, niet. Max en Simone zouden volgens haar wel rancuneuze mensen zijn. Die willen meeliften op haar succes. En ze zouden er nu op uit zijn om haar kapot te maken. Opvallend genoeg heeft Hella niet om opheldering gevraagd bij Max en Simone. En even een reminder, een klacht achteraf betekent dus niet dat ze plotseling niet meer hoeft te betalen. En dat brengt ons bij een rechtszaak uit 2018 tussen Hella's bedrijf en een taartenbakker. Een zaak waarin Hella de taartenbakker niet betaald had, de taartenbakker een procedure startte en Hella plotseling aandroeg dat de taartenbakker afspraken niet was nagekomen, terwijl zij daarvoor nooit vraagtekens bij de facturen had gezet. En dat klinkt bekend. Lang verhaal kort, de rechter zei dat Hella de taartenbakker gewoon moest betalen. Verder, afgelopen dinsdag nadat wij een korte teaser voor deze uitzending op Instagram zetten, stroomden de comments en mails binnen over de bedrijfsvoering van Hella en hoe ze met werknemers om zou gaan. En dat was onder de streep niet heel best. Max en Simone hebben verder aangegeven dat als Hella bereid is het bedrag naar een goed doel te storten, ze niks meer van haar hoeven. Goed, wij houden het in de gaten en als je Hella inhuurt, weet dus wat er intern speelt. En ben jij ook boos? Mail ons dan op boos@bnnvara.nl. Vergeet niet te liken en abonneer op ons kanaal. Tot volgende week. Je kan er ook gewoon bellen, aanbellen. Hallo? Ja, vind je grappig? Ik ben een uur geleden verkouden geworden. Ja, ik vind het wel lullig voor je. Ja, ik vind het ook lullig. Voor mij echt.